ze zien dat de prijs omlaag gaat en omlaag gaat en omlaag gaat. En dan denken ze, nou, hij gaat toch omlaag. Dan ga ik shorten. Maar dat is vaak gewoon niet de juiste manier. Hey, welkom bij OpenCash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En vandaag gaan we jullie laten zien wat het juiste moment is om in te stappen. Of eventueel juist niet het goede moment is om in te stappen. Of uit te stappen eventueel. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Maar het gaat er in deze video om hoe je het juiste moment kiest. Nou, het is eigenlijk wel... Er is eigenlijk een hele simpele regel voor. Dat is het dus juist. Dat is nou juist het probleem. Het is heel simpel. Ja. Wanneer je wel en niet een bepaalde handeling moet plaatsen. Maar mensen doen het toch altijd contrair. Altijd. Nou ja, de basisregel is... Kijk, je kan indicatoren toevoegen, alles wat je wil. Jij stapt alleen uit op een goede candle. En jij stapt alleen in op een rode candle. Als ik deze chart alweer zie... Bijvoorbeeld hier zeggen mensen dan... Oké, ik ga short. Ja, echt op de bodem. En dat is gewoon heel vaak wat we zien... dat er paniek is en dat mensen beginnen te shorten op een veel te laat punt al. Ze zien dat de prijs omlaag gaat en omlaag gaat en omlaag gaat en dan denken ze, nou, hij gaat toch omlaag, dan ga ik shorten. Maar dat is vaak gewoon niet de juiste manier. Nee, dat is absoluut niet de juiste manier. Jij moet gewoon niet shorten als de prijs al aan het tanken is. Hetzelfde geldt ook voor het long, hè. Als de prijs aan het pumpen is, dan ga jij niet meer een long nemen. Dan ben je te laat. Ja, dan ben je te laat. Je had of in positie willen zitten, of je wacht die prijsactie af. We hebben net wat prijsactie achter de rug afgelopen week. En zelfs vanuit de community, en daarom is het ook echt de reden dat we eigenlijk dit filmpje maken, zagen we toch naar deze big boy, deze grote jongen, wat van 5500 echt naar... Even onder de 5000. Ja, en even onder de 5000. We dropten naar beneden. Ik was toevallig online. En toch zie ik in de chat... Op 5k. Hè? We staan op 5k. Ja, ja. We zijn net bijna 10% voor de bitcoin naar beneden gedonderd. Zie ik in de chat gewoon... Jongens, ja, zal ik een short pakken? Ja. Ik denk, wat? Je had al in een short moeten zitten als je een short had willen pakken. Ja. Op dat moment ben je gewoon te laat. En dan moet je gewoon je leveltjes erbij pakken en gaan zoeken naar een long eigenlijk in eerste instantie. Ja, en weet je wat het ook is? Mensen denken altijd, ja, dan van iets is toch weer dat al oude, mis ik de boot, moet ik nu iets doen? Daar is heel veel prijsactie. Onzekerheid. En dat komt toch ook wel een beetje... Plan je trades voor. FOMO, fear of missing out. Want wat nou als daar nog zo'n dikke rode candle komt? Dan had ik toch short gezeten. Ja, maar als die er niet komt, had je dat niet gezeten. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Als jij gewoon een normale trade inplant... En het trade risico is altijd 1 op 3. Hè? Dat is redelijk normale ratio. Kijk, hier is die nog redelijk in orde. Zet je ergens je stop los. Maar stel daar, ik ga dat hier doen. Waar is mijn ratio dan? Want ik heb... Weet je, ik weet niet waar ik mijn stop moet zetten. Ik weet niet hoe ver die terug kan vallen. Hoeveel winst moet ik dan gaan maken? Wil ik een normale trade maken? Dat kan bijna niet. Nee. Als je dan toch wil shorten op dit soort prijsactie, wat doe je dan altijd? Dan wacht je op een pullback. En was je dan toch zo geneigd om te shorten? Heb jij echt die drang? Ah, ik moet short, want ik denk dat het fout gaat. Wacht dan altijd de pullback af, want... Er komt altijd een pullback. Ja, nee, dat is want na een daling komt er altijd een pullback. Dan had jij hier bijvoorbeeld op bijna 5300 kunnen shorten weer. Nou, dan had je best wel een redelijke positie gehad. Ja, en dan had je alsnog... Als je daar dan uiteindelijk inderdaad een short op had gepikt, ergens. Ik zal niet zeggen dat je hem op de wick op had gepikt, maar wat had je maximaal kunnen behalen? 4,70. Nou ja, met een simpele keer 10 had het ook gewoon een dikke 40% winst. Maar het gaat vooral ook op je risico. Want waar wil jij liever short? Wil jij liever hier een short? Of wil jij liever hier een short? Daar is echt wel een verschil gewoon. Ja, dat zeggen wij tijdens de 1-op-1's ook altijd. Als je een range voor je ziet. En inderdaad, neem eventjes deze range waar je nu naar kijkt. Gewoon de range waar we ons in bevinden. Wil je dan hier of hier short? Aan de bovenkant wil je altijd short. En aan de onderkant wil je altijd long. Waarom ga je dan hier aan de onderkant short? Ja, maar dat is ook waarom we dit filmpje maken. Dit willen we erin timmeren. Gaat niet op die... Wij zien dat zo vaak.
En ik denk dat het een van de meest gemaakte fouten van beginners is. Waarom treed je die breakout of die breakdown? Ja. Waarom? Stop daarmee. Ja, dat is gewoon niet de minst veilige... Ja, maar dat moet je gewoon niet doen. Nee. Dat moet je gewoon niet doen. Nee, dat moet je niet doen. Maar een waarschuwingsfilmpje misschien wel. Ja. Groene candle, nooit long. Rode candle, nooit short. Nee. In ieder geval zulke joekels. Nee, maar simpel. Nee. Dat is gewoon een basisregeltje die je voor jezelf moet onthouden. Vond je dit dan weer een nuttige video? Druk sowieso even op duimpje en abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Onderaan deze video vind je alle links naar zowel ons Discord kanaal, Cryptocurrency Club Nederland, onze Facebook groep samen met onze partner. Alle links naar de supportkanalen van BitMEX, Binance, noem ze allemaal op. Alles staat onderaan deze video. We zien jullie graag de volgende keer. Later.